Mijn overtuiging is, wil je als onderneming de komende jaren groeien, en groeien is niet alleen volume, maar ook winstgevend, dan zul je moeten werken met de drie dimensies van people, planet en profit. Als je kijkt naar onze visie, dan is het hoe de vloer het laten werken voor mensens gezondheid en welzijn. Waarom? Omdat we 90% van de tijd binnen zitten. En dat doen we middels innovatie. Op A, creativiteit, mooie dingen maken. Dat heeft een directe impact op je mentale staat en dus op je fysieke performance. 2, allerlei functionele innovaties. Tapijten die de lucht filteren, die licht reflecteren, zodat je met minder kunstlicht af kan. Tapijten die de akoestiek regelen, gemaakt van afval. En natuurlijk, als je 90% van de tijd binnen zit, dan moet je zorgen dat de materialen die je gebruikt, dat die niet slecht zijn. Dus dat ze je niet ziek maken. Dus daar komt ook heel erg het maatschappelijk verantwoorde element. En dat is in ons geval cradle to cradle. Dus begin met goede, zuivere materialen die niet ziekmakend zijn en die na gebruik teruggehaald kunnen worden en uit elkaar gehaald kunnen worden en kunnen worden hergebruikt en idealiter op hetzelfde niveau in de waardeketen. Is cradle to cradle iets anders dan gewoon recyclen? Ja, zeker. Cradle to cradle begint met als uitgangspunt goede materialen. En materialen die zuiver zijn, die niet ziekmakend zijn. En producten daarmee te maken die na gebruik teruggenomen kunnen worden en uit elkaar gehaald kunnen worden. Is het mogelijk om 100% een gesloten kringloop te hebben? Absoluut, dat is zeker mogelijk. Maar wat er voor nodig is, is dat je goed vooraf je producten goed definieert en de ingrediënten definieert en dat je materialen gebruikt die ook hergebruikt kunnen worden, technisch. En ook dat je het wil, omdat ze niet giftig zijn. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat een overheid daar een rol in kan spelen. Wat kan de overheid daaraan doen? U bent toch gewoon ondernemer? Ik ben zeker een ondernemer en wij gaan ook blijven ondernemen zonder de overheid. Maar wat wel de vraag is, en dat weet denk ik de overheid ook wel, is het, wat nu belast wordt, zijn met name de renewable bronnen. En renewable bronnen denk ik aan renewable energie of aan arbeid. Die zou je mijn inziens minder moeten belasten. En bronnen die niet hernieuwbaar zijn, denk aan olie, die zou je zwaarder moeten belasten. Want dan is het een prikkel om daar niet mee te werken? Het is een prikkel om nog steeds met olie te werken, maar om niet mee om te gaan zoals we nu doen. Dus na gebruik gewoon weggooien en op plaatsen waar we niet meer bij komen. En dat we op een gegeven moment geconfronteerd worden met het feit dat bepaalde materialen of elementen in de wereld niet meer voorhanden zijn. Er wordt nu al gezegd dat over 50 jaar het maar de vraag is of essentiële materialen die wij nodig hebben als mens nog vrij voorhanden zijn. En dat kan zijn zilver of tungsten of fosfaten die we nodig hebben voor onze botten. En willen we groeien als wereld, dan moeten we wel verantwoord omgaan met de beperkte bronnen die er op de wereld zijn.